eerst even kijken naar een vlog. Een vlog dit keer, want ik had de vorige keer gevraagd van, goh, wat vinden jullie fijn? Een vlog in combinatie met een DIY of DIY apart. En eigenlijk de middendeel zei van, goh, ik vind DIY apart het fijnste. Maar ik vind een vlog wel heel leuk. Dus ik heb besloten gewoon twee keer in de week, de woensdag en de zondag, de DIY te doen. En dan af en toe een keer extra op maandag een vlog. Dus dat is alleen maar leuk. Extra. Dus als het allemaal toelaat, het allemaal lukt. Het is warm buiten, maar hier binnen is het heerlijk koel. En ik heb hele mooie bloemen in. Die zal ik zo ook even aan jullie laten zien. Maar er is net een pallet bezorgd. En daar word ik heel blij van. Want er zitten heel veel ondergronden in voor DIY's. En ook wat leuke dingen voor de winkel. Dus die ga ik vanmiddag ook uitpakken. Ik dacht, dan neem ik jullie ook gewoon in mee. Dat is natuurlijk heel leuk. En ik heb net rouwwerk gemaakt. En ik ben daar heel tevreden over. Ik vind hem heel mooi geworden. Die zou ik jullie ook even laten zien. Dus ik neem jullie mee in mijn dag hier in de winkel. En heel veel plezier met kijken. Dit is het geworden. En ik vind deze kleurencombinatie echt super mooi. En ik heb beelden gemaakt van hoe ik dit heb gemaakt. Maar dat deel ik op Instagram. Dus volg je me daar niet. En vind je het leuk om dat soort dingen te volgen? Hier ergens komt een pop-upje hoe mijn Instagram heet. En je kan hem ook in de beschrijving vinden. Dan kan je me eventueel daar ook volgen. Want daar deel ik ook beelden over bloemwerk. En dan ga ik ook steeds meer delen. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je me daar ook volgen. En we hebben trouwens de indeling van de winkel veranderd. Dat heb ik helemaal nog niet laten zien. Maar ja, dit hebben we wat veranderd. De snijbloemen staan nog gewoon hetzelfde. Hele mooie bloemen. Hele mooie rozen trouwens. Ik vind dit dus echt een prachtige roos. Dit soort vind ik dus echt prachtig. Ja, deze trouwens ook, die paarse. Maar ik denk dat dit wel mijn lievelingsroos is. Met zo'n mooi donker hartje. En die wordt ook zo mooi groot. En nu ben ik wel nieuwsgierig, welke kleur roos is jouw lievelingskleur qua roos? Want je hebt natuurlijk zoveel kleuren en zoveel soorten en maten. Laat me dat eventjes in de reacties weten, want daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. De planten, die staan gewoon nog op dezelfde plek. We hebben wel heel veel mooie planten, heel veel nieuwe planten. En daarnaast heb ik veel meer ruimte gemaakt voor planten, voor kamerplanten. Vooral nu met het warme weer is het wel leuk als je wat in huis hebt staan. Dus ik ga gauw verder. Ik moet eigenlijk nog eerst wat anders doen, maar ik wil toch eventjes in de pallet kijken. Ik ben zo nieuwsgierig. Net een klein kind wat allemaal cadeautjes uitpakt. Ik heb er geen idee. Het is al wel echt zo'n 2 maanden geleden of zo dat ik dit besteld heb. Oh, dit is mooi. Hele mooie onderschalen. Ja. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien door het licht en zo. Het is een beetje gek scherp. Maar echt super mooie onderschalen. Oh, leuk. Wat is dit? Dit voelt altijd net als een verjaardag als je de pallets aan het uitpakken bent. Dat ik niet helemaal precies meer weet. Oh ja, deze herken ik. Dus dan heb ik deze in 2 kleuren besteld. Er ligt me iets van bij. En volgens mij, dus kijk nou. Oh, dit vind ik echt leuk. In het roze. Het is licht roze. Beetje koperachtige kleur. Ik weet niet of ik de kleur heel goed weergeeft. Maar oh, dit is echt leuk. Oh ja, dit is ook leuk. Kaarsjes. Als setje. Heel leuk. En die heb ik dan ook in het wit. Ik ga die eens ook toevoegen op de webshop. Dat is gelijk leuk. Dan kunnen jullie het eventueel ook bestellen als jullie willen. Want dit zijn allemaal hele leuke prijsjes. Dus als je deze video ziet, dan zorg ik dat deze artikelen erop staan. Dus dan kun je het zelf opshoppen. Oh ja, deze zijn ook leuk. Ik zie het al aan de onderkant. Van die leren potjes. En het voordeel, hier zit al een plastic potje in. Dus dat lekt niet door, waardoor het ook echt mooi blijft. Ja, ook echt super mooi. Echt mooie kwaliteit allemaal. Deze ook in het klein. Dus dan heb je echt zo'n leuk setje bij elkaar met een plantje erin. Kijk hoe leuk.
setje. En dan hier ook een leuk plantje. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Ik wil dit ook in mijn huis. Dit is echt super leuk. Maar kijk, dit zit aan elkaar vast. En hier komt denk ik een DIY. Hij speelt trouwens een beetje moeilijk scherp. Maar hier komt denk ik een DIY mee online. Met donkere glaasjes. Echt super leuk. Ik heb hier heel veel ideeën mee. Oh, deze is ook leuk. Deze had ik ook besteld voor een DIY. Er zitten pootjes onder. En ik dacht, dat is heel mooi met een mooi zomerswierig bloemstuk. Echt heel gaaf. En deze had ik ook bedacht als DIY. Ja, ik moest er nog druk mee. Maar ik vind het gewoon zo leuk om daar ondergronden voor uit te zoeken. Dus om daar een bloemstuk in te maken. Het is allemaal wat aparte, maar dat vind ik juist echt heel erg leuk. Om elke keer wat unieks te verzinnen. En dan zie ik zo'n ondergrond en dan gaat het al helemaal in mijn hoofd. En denk ik, oh, hier kan ik wat leuks mee. Oké, dit is denk ik wel echt het toppetje. Kijk dan. Superleuk. Al leuk om zo neer te zetten. Maar we gaan er natuurlijk weer wat moois van maken in de DIY. Dus echt heel blij met alle spullen die binnen zijn gekomen. Ik heb alle verse bloemen er weer in staan. En ik ga nu eventjes de planten allemaal doen. De planten controleren of ze water nodig zijn. Of er misschien iets geplukt moet worden. Een blaadje, een bloemetje wat af moet. En dan zorg ik dat alles weer helemaal strak en netjes erin staat. En ook veel nieuwe planten binnengekregen. Die staan er nog voor op de grond. Dus die ga ik er dan ook mooi inzetten. Dus aan de slag! Wel zwaar, hè, Bloem? Lekker in de zon. Zo, ik wil ondertussen DIY-pakketten aan inpakken. Maar ik wou even laten zien, ik heb hele leuke lintjes, inpaklintjes erbij gekregen. En iedereen is enthousiast over en ik ook. Ik vind het echt heel leuk lijken. Ik maak het net eventjes af en echt een cadeautje. Kijk, hoe leuk mijn plantenprint. En het gaat al heel hard. Ik ga hem bijbestellen. En je had hem ook in andere printjes. En dan voor de rest ook gewoon allerlei kleurtjes. Maar ik vind het dan vooral leuk om dat met raffia te combineren en dan bijvoorbeeld met een kleurtje zo. Echt heel leuk. En we gaan gauw verder met inpakken zodat we alles op tijd verzonnen hebben. Zo, het is ondertussen de volgende dag en het is 7:10, dus best wel vroeg. Maar ik had dus gisteravond het een en ander gefilmd voor een DIY. En dan kwam ik erachter dat ik film altijd met een microfoontje. Kijk, als het een DIY, een vlog doe ik dat niet, maar een DIY wel. De batterij of zo was leeg. Met als gevolg dat ik de hele tijd heb gefilmd zonder geluid. Dus ik kan helemaal opnieuw beginnen. Nou ja, ik baal natuurlijk een beetje, maar goed, ik heb me erbij neergelegd en het is eventjes niet anders. Dus ik ga hem gewoon opnieuw opnemen. En ik ga eerst beginnen met een andere video, want ik heb nog een super leuk idee. Ik zal hem eventjes... Kijk, ik heb al de spulletjes klaargezet. Met dat frame ga ik aan de slag. Echt een heel leuk frame. Dus ik ga gauw beginnen met filmen en dan ga ik gelijk meerdere video's opnemen. Zodat ik wat vooruit kan werken, want ik loop een beetje achter. En dat vind ik soms een beetje vervelend werken. Dus ik ga gauw aan de slag en vandaag neem ik jullie ook weer mee. Want ik heb gisteren niet zoveel kunnen laten zien van het maken van bloemstukken en boeketten en dat soort dingen. Dus ik dacht, dat laat ik jullie vandaag zien. Dus ik neem je gewoon nog weer een dagje mee en kijk gezellig mee. Dit is het bloemstuk wat online komt. Nee, dit staat al online als jullie de vlog bekijken. En deze komt ook binnenkort online. Ook heel leuk. Heel apart. En deze staat ook al online. Ik vind het nog steeds echt super leuk. Ik heb een aantal voor de winkel gemaakt. Ik ga even wat leuke plantenbakjes en arrangementen maken voor in de winkel. Dus ik zal het jullie even laten zien.
Zo, dat was mijn dagje wel weer. De winkel is leeg en opgeruimd en de dag zit erop. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te filmen, maar helaas is het niet mogelijk om te filmen waar klanten bij zijn. Want dat vind ik gewoon niet netjes. Dus, maar ik heb toch wat in handen aan jullie laten zien. En in de volgende vlog zien jullie vast meer bloemwerk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Dan ben ik ook beter zichtbaar op YouTube. Dus dat zou ik echt super leuk vinden als jullie mij daarmee helpen. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan gratis op dit kanaal. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!